We hebben een prachtige brug gekregen, nog niet beweegbaar, maar dat gaat allemaal komen. Speciaal welkom aan mevrouw Van Haaf, onze gedeputeerde van de provincie Overijssel, die een grote rol heeft gespeeld in dit proces. Eén hele harde slag in het midden. Hierbij? Wil je meestal? Zullen we dat even proberen? Ja, toch? Dan zeg ik maar. 1, 2. Nou, het was natuurlijk erg vereerd door de uitnodiging die ik heb gekregen vanuit de wethouder om samen met haar de brug te openen. Nou, heel leuk, door een gongslag en door even voor de tijd ook mogen benoemen wat wij ook belangrijk vinden aan het bouwen van deze brug, dat die er nu is, maar ook aan de stedelijke ontwikkeling, de binnenstad, die een impuls kan gebruiken waarin wij graag samen met de gemeente Almelo aan werken. Leuk om die opening samen te mogen doen. Ik denk dat het ook goed symboliseert dat de gemeente Almelo en de provincie een goede samenwerking hebben en ook gezamenlijk kijken naar hoe ziet de binnenstad eruit, wat is daar nog nodig om hem vitaler, bruisender en veiliger ook te maken en wat minder leegstand te hebben. Nou ja, er is nu voor gekozen om de brug vast te maken, maar wel met de aanpassing dat hij vrij gemakkelijk naar een beweegbare brug kan. En het in de symboliek ook al weergegeven. En nu is het geschikt voor kano's en voor sloepen en dat geeft al een mooie bewegelijkheid in de stad. In de toekomst kan er grotere boten door als die een beweegbare brug wordt gemaakt. En ik denk dat dat ook gewoon een mooie vooruitstreven is waar naartoe gewerkt kan worden. In ieder geval kan Sinterklaas dan dichter bij het stadhuis komen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele leuke happening voor in de binnenstad, wat leven in de brouwerij brengt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor Almelo om met het water wat teruggebracht wordt, maar ook het Marktplein, de V&D en al deze onderdelen die aangepakt worden om gewoon weer een heel mooi, dynamisch, goed centrum te krijgen. Dat is toch de kracht van de stad van Almelo om juist je binnenstad heel erg te laten floreren. Ja, Almelo is een hele leuke stad. Ik kom heel graag nog terug. En ik blijf natuurlijk goed in overleg met de wethouders hier. Van wat kunnen wij doen in gezamenlijkheid om Almelo te versterken en een goede positie te geven en te behouden in Overijssel.